Karen van der Kolk, je bent van USG Professionals. Daar ben je directeur innovatie en organisatie. Voor wie niet weet wat jullie bedrijf doet, wat doen jullie? Wij zijn onderdeel van USG People. En USG People bestaat uit 4 star brands. Start People, Uniek en Secretary Plus. Dat zijn alle 3 uitzenders. En USG Professionals bevindt zich op het hogere segment, HBO, WO. En daar doen we detachering van eigen personeel en projecten. Ja, en we zijn hier op een dag een weekend van zogenoemde API's, van datasets van bedrijven waar ontwikkelaars van alles mee mogen en gaan doen. Mm-hmm. Waarom zijn jullie hier aan mee gaan doen? Eigenlijk om 2 redenen. Aan de ene kant hebben wij heel erg veel data, maar vinden wij het toch heel lastig om iets met die data te doen richting onze klanten en richting onze kandidaten. En wij wilden wel zien hoe dat werkt als je je data meer openstelt. En het tweede, ik vind het heel erg mooi om te kijken hoe we met andere bedrijven, zoals de andere partners, hoe wij tot nieuwe innovaties kunnen komen. En juist de kracht van elkaar kunnen gebruiken om tot vernieuwing te komen. Ja. Want uiteindelijk moeten we met z'n allen overleven om relevant te blijven. Dus ja. Dat is een van de voornaamste redenen wat mij betreft. Ja, en je zegt we vinden het moeilijk. En dat zal ongetwijfeld deels komen omdat omdat je met personen werkt en het ja. over persoonlijke data gaat. Wat voor data brengen jullie in dit evenement in? Wij brengen de openstaande vacatures in van een groot aantal jaren. Maar ook de data van plaatsingen. En die zijn dan wel geanonimiseerd. Maar we denken dat er voor de developers interessante informatie zit in de woonplaats gecombineerd met de vestigingsplaats van het bedrijf. Omdat je dan woon-werkverkeer de routes kan bepalen. Mm-hmm. En die data is overigens gescrambled. Dus ook daar is absoluut geen issue gevaar. Met privacy. Nee. Nee. Hey, je zei van we vinden het moeilijk in het bedrijf. Heeft het je moeite gekost om de rest van de onderneming mee te krijgen om hier aan mee te doen? Nee, dat viel eigenlijk wel mee. Ik heb een baas die daar heel open in staat. Ja. En onze organisatie is ook heel erg gericht op innovatie. Omdat wij ons bewust zijn dat ontzettend belangrijk is om ook in de toekomst relevant te blijven. En daarmee heeft iedereen dit evenement echt heel snel omarmd. Oké, leuk. Ja. Hey, hopelijk komen er voor jou ook mooie dingen uit die je zeg maar weer mee terug naar kantoor kan nemen. Hebben jullie ook zelf developers of iets dergelijks die bij je werken en hier ook van de partij zijn? We hebben een aantal developers bij ons werken, een klein aantal, ja. Maar die zijn vandaag helaas niet aanwezig. Wie weet in de toekomst, op het moment dat hier mooie dingen uitkomen, dat kan veranderen. Ja, hey, als jij zegt van het is goed voor ons bedrijf om mee te doen aan een evenement als dit. Wat zijn er voor jou de belangrijkste, wat is het belangrijkste argument waarom ook een bedrijf als dat van jullie zijn data of een set van data beschikbaar moet stellen? Omdat in mijn opinie je nooit de wijsheid in pacht kan hebben die alle mensen die hier vandaag in de developer zijn met elkaar weten. En zij denken op een andere manier dan je waarschijnlijk denkt vanuit je eigen bedrijf. Dus ik ben heel erg benieuwd waar zij mee komen. Dus we gebruiken eigenlijk gewoon de geest van de crowd. Dus. Ja, hey, ja, weet jij ook al of ze met jullie datasets, of ben je zelf je data een beetje aan het verkopen, zeg maar? Jongens, gaan wat. Op zich, hè, er zijn wel van stuk of 7, 8 bedrijven, misschien wel meer, zeg maar. Maar er is natuurlijk veel meer data in de wereld. Hoe promote jij jullie? Ik weet dat er minimaal 10 partijen zijn die in ieder geval de sleutel tot onze data hebben opgevraagd. Ik weet dat er ook een aantal met onze data aan de slag zijn. En op basis van de ideeën die we al hebben met gecombineerde data, heb ik natuurlijk ook een aantal partijen of een aantal developers laten vallen wat er mogelijkheden zijn in de combinatie van data. En daarmee ook de andere partners daar ook onder de aandacht gebracht. Ja, ze moesten een beetje een idee geven. Ja. Net zoals een voorbeeld als je net gaf, weet je wel. Dus snap dat dit hier. Met name het combineren van data, daar zit volgens mij de winst in. Ja. Ja. Hey, en is dit voor jullie, dus dit is een. Dit is tijdelijk, hè? Dus is voor jou een proef dus dit? Ja, ik denk voor ons allemaal. Ja. Ja.
Ja, maar goed, een bedrijf als TomTom heeft natuurlijk al die zijn wel gewend, zeg maar, aan de data beschikbaar. Dus die hebben een API en dat is altijd beschikbaar. Ja. Dus zij komen natuurlijk ook echt uit die technologiehoek. Dus daar is het natuurlijk gangbaar. En voor inderdaad, zij zeggen zelf ook, of George hier net was, zei van, wij zijn in die zin verder dan veel van de andere bedrijven hier, want wij doen het altijd al zo. Ja, wij hebben ook geen API. Nee. We hebben gewoon een dataset. Ja, ja, heel goed. Hey, nou ja, ik ben benieuwd waar mensen mee komen. En nou ja, de sfeer is goed in ieder geval. Dus ik heb een goede hoop dat er mooie dingen komen. Ja, dankjewel. Ik ook. Dankjewel.